Nou, we staan hier bij ons grote Noordzee aquarium op Ecomare en daarin zien we bovenin onze doornhaaien zwemmen. En we hebben hier op Ecomare niet alleen zeehonden in opvang, we vangen ook vogels op. En we hebben ook af en toe dieren in het aquarium in opvang. En deze doornhaai is op het moment een van onze patiënten. Deze haai is gevangen door een Texelse kottervisser, kwam daar in de netten, kwam levend aan boord en had een probleem met het rechteroog. En de vissers hebben hem meegenomen naar het eiland en aan ons overgedragen. Maar hij is hier best wel een tijdje geweest. En het oog is nu goed genoeg hersteld dat we het dier weer uit kunnen gaan zetten in zee. Dat we hem terug naar zee kunnen brengen. Dat betekent voor een vis dat we hem moeten gaan vangen uit het aquarium hier achter mij. En daarna moet hij natuurlijk naar de waterkant en daar kunnen we hem dan weer uitzetten. Waar dat bij zeehonden heel makkelijk is, in een kist, op een kar, een rondje rijden, is dat bij een vis echt een lastige verhaal. Want vissen zitten nou eenmaal in water, dus je moet ze ook in water vervoeren. Dus dat doen we dan ook. Dat betekent een aantal keren als we wisselen tussen het water waar het dier in zit, dat we moeten overwennen. Dat kunnen we dan doen twee keer hier op Ecomare. En als we dat gedaan hebben, dan zijn we aangekomen bij de dijk. En daar gaan we hem dan laten overwennen naar het zeewater. En als we dat hebben gedaan, dan kunnen we hem uit het transportpark weer vangen en uitzetten in zee. En daar hopen we dat hij gaat bijdragen aan de populatie. Want het gaat niet zo goed met de doornhaai in de Noordzee. Vroeger, 30 jaar geleden, was dit echt een hele algemene haaiensoort in de Noordzee. En tegenwoordig wordt hij eigenlijk steeds zeldzamer. Het is een soort die heel oud wordt. Kunnen wel 75 jaar worden. En ze planten zich pas vanaf latere leeftijd voort. En dat maakt ze gevoelig voor bijvoorbeeld overbevissing. Ironisch genoeg is deze dus ook in een visnet terechtgekomen. Maar niet voor alle haaien die in een visnet terechtkomen loopt dat goed af. Het is wel een heel bijzonder dier dus, worden dus heel oud. Ze worden 1,20 meter lang en ze jagen dus echt in die open Noordzee op bijvoorbeeld haring en wijting. En het is ook de enige giftige haaiensoort in de Noordzee. Hij heeft voor beide rugvinnen een gifstekel staan.